De wagenparken van beide commissariaten in het district Wanica laten te wensen over. DC Shafiq Gulaman van Wanica Zuidoost zegt dat het hierdoor moeilijk is infrastructurele werkzaamheden binnen het district uit te voeren. Nu de kleine regentijd is aangebroken, moeten er volgens hem kanalen worden opgehaald en wegen worden geëgaliseerd. Het ontbreken van een goed functionerende wagenpark maakt volgens Gulaman ook dat grotere projecten niet kunnen worden uitgevoerd. Onze wagenpark die is helemaal kapot. Ik heb wel misschien een poklijn hier, een grader hier, een paar pick-ups, maar allemaal defect. En het zijn kolossale, enorme grote bedragen. Wat aan de renovatie, ja, om het te maken, om het te renoveren. Bijvoorbeeld, ik heb net gehad meneer Van der Berg, hij is voor mij directeur van de Dokse Club. En hij zit ook met zijn weg, van harte in weg. En het is een trieste situatie daar. Zijn cliënten, hij ook, zijn voertuigen. En het is een bedrijf die hij eigenlijk wil uitbreiden, want daar, de informatie daarmee was hij bij mij langs gekomen. Maar u ziet zelf, dus als de weg niet goed is, dan kan je dan grotere projecten dan niet gaan initiëren. DC Suraksha Sital Hirasing van Wanica Noordwest voegt eraan toe dat door het gebrek aan machines de vele kanalen die binnen haar bestuurresort lopen niet kunnen worden opgehaald. Op dit moment is het een regentijd. Dus je gaat straks sowieso mensen krijgen over de vloer. Ik ben sinds kort ook weer begonnen met mijn audienties. En ik verwacht ook wel dat we die knelpunten gaan krijgen, die uitdagingen. We hebben heel veel kanalen hier. Dus, en ze zijn al, is mij heel lang niet opgehaald. En dat is natuurlijk, komen we weer op het probleem van financiële middelen. En los daarvan hebben we ook niet de machines die daarop kunnen inspelen. Dus we gaan straks krijgen dat mensen bij ons gaan komen van erg zit onder water, mijn landbouwareaal zit onder water. DC Suraksha Sital Hirasing van Wanica Noordwest. We spraken haar en haar collega van Wanica Zuidoost in het kader van het nieuwsonderdeel districtenbezoek. De DC's geven tenslotte aan voor kleine infrastructurele werken die ze zelf niet kunnen uitvoeren, er een beroep wordt gedaan op het ministerie van Openbare Werken.